Adrien, gefeliciteerd! Je bent jarig! Ja, jarig vandaag. Waar ben je geworden? 55. Oh, gouden rups. Oh, gouden rups, ja, inderdaad. Ja. Dat kan je wel zeggen, ja. Hey, maar Adrie, we zijn in De Kronen. En ja, daar hebben we het al heel vaak over gehad aan het begin van het jaar. Ja. Ja, wat is het hier veranderd, man? Ja. Ik zie het echt net voor het eerst. Kijk, mooi, hè? Ja. Zover als ik kan kijken, het is licht, het is groot, het is ruim. Ja. Het is, nou ja, het is een hele ingreep. Hoe lang zijn jullie al bezig met verbouwen hier zo? Een maand of drie. Op dit moment, ja. Vanaf januari, hè? Januari ongeveer, half januari. Ja, want jullie zijn met z'n tweeën. De compagnon die stellen we voor bij de opening. Wanneer dat ook mogen zijn. Ja. Dat weten we natuurlijk nog niet. Ja. Het is niet mijn vrouw. Dus. Nee. maar wanneer denken jullie helemaal klaar te zijn dat jullie open kunnen? De planning is eigenlijk volgende week dat het opgeleverd moet worden. Dus dat is het plan. Ja, dat de mannen zijn nog hard bezig om de laatste puntjes op die te zetten voor ons. Maar het gaat lukken. Het gaat lukken. We zijn heel ver al. Hè? Ja, ik zie, weet je, ik vind, om te beginnen vind ik die baan fantastisch. Er ligt enorm een stuk hout op. Ja. Het is echt gewoon één groot eind. Het is ook, dat komt uit IJzendijken vandaan. Maar daar zit een man die daarin gespecialiseerd is, hè? Fantastisch, ja. Op een boerderij, een mooie oude boerderij. Die doet in harde houtsoorten. En die heeft dit voor ons gefabriceerd. Helemaal op maat. Ja, het is echt prachtig. Ja. En vertel voor de rest, om te beginnen is die bar is een stuk naar voren. Voorheen was het in Café Babbelet, was hier een grote tafel nog. Klopt, ja. En dan begon de bar ongeveer waar nu de bierpompen zitten, zoiets? Ja, zo ongeveer, misschien nog iets verder zelfs. Ja, tot naar achteren toe, ja. Dus jullie zijn naar voren gegaan, maar wat hebben jullie? Wij wilden niet echt een pijpen laten creëren, hè, wat je eerst had, hè, we wilden iets meer ruimte achterin hebben straks ook voor live muziek, hè, wat we gaan doen. Ik ben zelf ook muzikant, dus... Dat krijgt een belangrijke rol in deze zaak. Ja, goed, daar gaan we wel werk van maken, ja, inderdaad. Ja, en dan speel je zelf ook... Maar niet alleen live muziek, hoor, maar... Kijk, daar lopen we de man met de pet, de Sam. Ja, dat is Sam, hè. Sam, jij bent de grote aannemer, hè, die de klus doet. Jij. Wat heb jij allemaal gedaan? Alles zo'n beetje, of? Nou, met hulp van anderen heb ik natuurlijk allemaal gedaan. Ik heb wel het ontwerp gedaan. En ja, wat voor mij ook belangrijk is, dat ik iets maak wat mijn klant eigenlijk wil. Dat is heel simpel gezegd. Was jouw bedrijf met de Stadsfabriek? Ja. Hoe lang ben jij al bezig? Want dat wist ik eigenlijk ook tot vorig jaar nog niet. Nee, ik ben nu een kwartaal bezig. Je bent echt begonnen? Ik ben echt vers, wat dat betreft. Maar dus dit is een van je eerste grote klussen? Ja. Dan zal het wel eens even onderbreken, want er wordt gewoon doorgewerkt. Ja, precies. Tijd is geld. Ja, wij werken door inderdaad. En elke euro moet gewoon goed besteed worden. Ja, dat is heel goed. Maar waar waren we? De ontwerp. Ja. En, maar dat is inderdaad, ik zeg nu wel, elke euro moet goed besteed worden. En mijn hoofdmotto is eigenlijk dat mooi niet duur hoeft te zijn. En daarnaast is het gewoon voor mij heel belangrijk dus dat ik eigenlijk maak wat de klant wil. Heel vaak is het zo dat als er een aannemer wordt aangenomen... dat uiteindelijk de aannemer gaat bepalen wat er komt. Nou, en zo heb ik dus met Adrie een gesprek gehad over wat hij wilde, wat zijn wensen waren. Hij heeft verstand van een café draaien en hoe het ideaal ingericht wordt. En daar kan ik dan de sfeer bij creëren. En zo ben ik dus, wat Adrie net ook al zei, naar een van mijn leveranciers in IJzendijken gegaan. Dat is een houtzagerij. Daar kan ik alles op elke gewenste maat laten maken. Ja, maar ik zag net dat kleine rijtje daar bijvoorbeeld tegen de achtermuur, of de voormuur moet ik zeggen. Ja. Daar zit gewoon zelfs de schors nog aan. Dus dat klopt. Ja, dat is gewoon, dat vind ik dan leuk. Dat gewoon, kijk, het is hier allemaal echt hout. Ik wil eigenlijk alles met echte materialen doen, want dat geeft ook de meeste sfeer. Dan zie je gewoon van die boze plank loopt best wel krom. Maar dat komt alleen omdat het echt hout is. Maar ik... En dat stukje, dat is wel een klein detail, dat met een stukje schors, maar dat is wel het bewijs dat het echt is. Ja, precies. Ja. En een beetje krom, uiteindelijk zit de klant ook wel eens een beetje krom te zijn. Ja, precies. Ja, dat is... maar hier hebben jullie ook veel meer ruimte gecreëerd, toch? Ja, klopt. Ja, dat was ook de bedoeling. Maar hoe heb je die ruimte er nou ingekregen? Komt dat door het licht achterin? Of, Nou, het is een combinatie van een aantal dingen. Gewoon van de bar naar voren trekken natuurlijk. Is een ding waardoor je gewoon geen obstakel meer in je café hebt. Maar ik zie ook bijvoorbeeld, rondom deze buizen zit nu een wit doek en dat geeft ook gewoon een heel ander effect, toch? Nou, dat is wel een van de dingen, dat je kan een bepaalde kleur pakken die wegvalt of die er uitspringt. Ja. En dat doek wat je hier ziet hangen, dat is het airco-systeem.
En ja, Adrie die heeft straks echt letterlijk het coolste café van Middelburg. Ja? Ja. Hier hangt het beste airco-systeem wat je op dit moment kan krijgen voor een café. Dat zuigt als een meter. Ja, 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 precies. Ja, precies. Nee, maar, dus als er straks in de zomer hier een concert wordt gegeven, je kent het wel, dan sta je meestal peentjes te zweten. En met dit systeem is dat gewoon geen... Cool. Ja, maar ik heb het ook heel snel warm, dus dat vind ik een goed nieuws. Ja. De toiletten zijn nog niet helemaal af, maar die zijn jullie wel al behoorlijk aan het aanpakken, zie ik. Grote tegels. Ja. Ja, dat is ook wel leuk, want ik weet niet of je eens in de Babbela bent geweest vroeger. Jazeker. Had je één damestoiletje, maar één vast gegeven is dat vrouwen altijd met z'n tweeën naar het toilet gaan. Oh, is dat zo? Ja. Dus jullie hebben hier een dubbele... Dus we hebben hier het nodige breekwerk gedaan en gewoekerd met ruimte. En we hebben dus voor elkaar gekregen om daar dus een, twee damestoiletten te maken. Dus de dames kunnen ook hier bij Adrie weer gewoon, met z'n tweeën naar lekker het toilet. Lekker oude hoeren. Ja, gewoon samen naar het toilet. En die deuren zijn ook anders toch, achterin? Ja, klopt. Die waren eerder, ongeveer deze handgreep, waren ze dicht en donker. En ja, hier in het café is gewerkt eigenlijk met drie basiselementen. Dat is eikenhout, wat je hier ziet, de betontriplex en wat je voorin ziet, het staal. En nou, dat eiken hebben we dus ook weer doorgetrokken in de deuren. Ja, dit zijn, zijn bij de klassieke tafel zit het. Ja. Mooie stoelen erbij, nog in plastic. Ja, maar ook weer een discussie van Adrie. Adrie heeft echt interieur gedaan. Ik probeer echt het podium te bieden waar Adrie verder kan beduren. Ja, Adrie, hij neemt het hier gewoon over, die Sam. Ja, dat is heel leuk. Dat mag ook. Dus, ja, goed, hij weet wel wat hout. Maar ja, natuurlijk. Ik vind die lampen boven de bar ook echt fantastisch. Ja, dat is fantastisch, hè? Ja, leuk. Maar die heb jij niet gemaakt, hè? Dat is nee, metal. Nee. Dat, die heb je gewoon. Die heb ik zo ergens op de kop getikt. Ja, ze zijn echt wel heel mooi. Ja. Ja, maar dat is ook het leuke van ons eigenlijk, hè? Dat we gewoon die samenwerking hebben. Ja. Want jij liep net ook een rondje door de toiletten. En ik ga dus met Adrie ben ik houtwezen halen bij de houtzagerij. Maar we zijn ook samen naar de houthandel gegaan, of naar de groothandel gegaan om stenen uit te zoeken. Stenen uit te zoeken. Ja, dat maakt het gewoon leuk. Ah, maar het zijn mooie kleuren. Mooie. Ja. Ik zag buiten ook al een mooie bord, dus zal ik ook nog even een shotje doen. Ja, dat kun je zeker doen. Ja. Dat is echt een heel mooi cadeau geweest. Hey, en de rest, qua inhoud en muziek, en zo, daar hebben we bij de opening nog wel over. Dan zien we het en horen we het waarschijnlijk ook. Precies. Maar ik ben nog naar één ding benieuwd. Want er staan pompen zonder dingen op. Maar wat gaan jullie hier schenken aan bier als hoofd? Het is in ieder geval als pils hebben we Hertog Jan. Oké. Jupiler. Oké. En op fles wordt het waarschijnlijk Amstel. Oké. Amstel, dus we hebben drie pilsen in ieder geval. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een speciaal bier. Ja. Ja, en dat gaat denk ik naar de Westmalle, de Koning, Hoegaarden als witbier. Oké. Dat van de tap in ieder geval. En dan ook nog de flessen bier. Precies. Dus we krijgen daar dat komt allemaal wel goed. Een leuk assortimentje. Ja. We gaan wel voor de classics in ieder geval. Precies, ja. Want zoals heel veel mensen misschien wel weten, van ik heb jarenlang in het beste biercafé van Middelburg gewerkt. Ja, een beetje horecaervaring is niks meer, zeg. Nee, dus de mug, hè, was dat vroeger. En daar vandaan ook de bierkennis een beetje. En ook liefde voor bepaalde soorten. Nou, dan gaan we straks weer terug hier. Dus, dan gaan we allemaal proeven. Aan jullie zal het niet liggen, jullie zijn gewoon klaar voor het post-corona tijdperk. Here we go. Dat het maar snel mag beginnen. Zeker. Dankjewel en een fijne verjaardag nog. Dankjewel, Edwin.